Ik woon hierachter en ik wil even bij een overbuurvrouw langs. Nou, normaal gesproken is het een half minuutje. Maar nu ben ik enorm aan het omfietsen. Elf minuten en 22 seconden. Ik vind het gewoon echt schandalig dat er gewoon zoveel mensen 3 jaar lang worden afgesloten. Want daar komt het op neer. Dat kan niet. Ik bedoel, je kunt een stukje omfietsen. Je kunt voor een paar maanden een moeilijkere situatie hebben. Dat begrijpt iedereen. Meer dan 3 jaar zo'n situatie, dat is niet normaal. We kunnen niet meer gewoon rechtstreeks naar ons werk. We moeten maar gewoon omfietsen. We kunnen niet meer rechtstreeks naar de scholen van onze kinderen. Ja, het is vervelend. Het is steeds omrijden, hè. Het is niet even een spijkertje halen bij Praxis, want dan moet je even 2 kilometer om. Volgens de omwonenden heeft de gemeente eerder beloofd om met een oplossing te komen. Maar vooralsnog is er geen noodbrug of een ander alternatief te bekennen. Een pontje zou wel goedkoop genoeg zijn. En zonder enige opgave van reden krijgen we een briefje in de bus dat ook dat pontje niet doorgaat. De gemeente moet zo snel mogelijk nu een noodvoorziening aantreffen, een noodbrug of een andere oplossing die echt volwaardig is. Ik vind dat de gemeente heel erg slecht met zijn burgers omgaat. Alles staat in het teken van het autoverkeer. En de fietsers en al het andere langzame verkeer, ja, dat kan eigenlijk gewoon verrekken. Dus een babbeltje met de overburen zit er voorlopig ook niet in. Nee, je kan niet even gauw naar de overkant. Dat is even vervelend. Vroeger deden we het wel, liepen altijd met de hond even een rondje en dan was het daar even babbelen. Maar ja, dat kan niet meer. En daarom wordt er maar extra over en weer gezwaaid. Hoi!